Ik wil een nieuwe ontsluiting naar hier, zo. Combinatie van versie dicht vanuit. Versterken naar. Oh ja, dan moet je daar ook klikken. Dan moet je daar trekken. Dan kun je ingeven. En dan moet ik daar doen, hè. Dan gaan per uur, hè, jongens. Moet ik even door terugrekenen. Dat kunnen we misschien dan als aanstelling doen. Ja, normaal doe je per etmaal. Dat zijn de standaardgetallen die we als gemeente altijd gebruiken. Snelwegen, één strook, de 1250 auto's per uur. Als 80 km per uur. Ja. In één rijstrook is dat. Dus dan zou hier 1000 auto's zo goed kunnen. Dat is een drukke straat. Dus 1000 en dan doen we er 250. Nee, 500 middelzware en 250 zware. Moet je denk zelf eventjes. Ja. Ben je zo, ja, hè? Ja, klopt. Okay. Wat zei u voor middelzware? 500. 500. En hier 250. En de maximum snelheid is 70. Het aantal rijlijnen is. Ja, dat. Maar maakt niet uit. Ja, in principe maakt het niet heel veel uit. Nee, okay. Maar uiteindelijk betekent het weinig uit te maken. Opslang. Ja. Dus nu heeft hij weggetekend, zoals je kunt zien. Ja, oké. En hoe nu de geluids. Ja, dan wil ik weten of ik hier of die vogeltjes die hier zitten allemaal. Dan kun je hier op. Je moet eerst even de contouren hier aanvinken. Dus ja, ik neem aan dat je alle contouren. Ja, ik wil ze allemaal. Ja. Ja, precies. Maar misschien dat jullie kunnen. Ja. Die wilde niet helemaal. Ja, soms. Dit weet ik. Dan, als je nu op rekenen klikt. Ja, dan moet je even wachten. Maar wat hij nu eigenlijk gaat doen is dus van alle wegen. Hij legt een raster overheen. Want met een stel van 50 bij 50 meter. Ja. Dus het is niet super precies. Maar dat is. Nee, maar het is. Ik vind het wel leuk. Ik zie dat hij dus inderdaad meteen kan rekenen. Ja, het is puur voor indicatie. En we hebben dat gedaan zodat het ook wel sneller ging. Want als je het echt heel precies gaat doen, dan ken je misschien wel. Ben je echt een dag bezig of zo. Nee, dat snap ik. Nu is hij klaar. Als je nu buffers weergeven doet. Dan kun je dus de contouren zien van de wegen. Hier zie je de rode vlekken zijn dan de 58 en dan die oranje zijn de 53 en de gele de 48 decibel. Dus als je ziet, de weg die het net getekend heeft, die heeft er wat op. Ja.